klopt. En toen kwamen we heel veel pakketjes binnen. Alleen deze ga ik nu niet openmaken. Want dit is erg wordt er aangeklopt. Die onderste heb ik besteld en de bovenste is iets van Marco. Nog meer pakketjes. En ik ga het vandaag op een bijzondere manier doen. Wat ik ook nog nooit heb gedaan. Zo. Die hebben we gedaan. En dan mogen we door naar het volgende raam. En ik heb een nieuwe. Dan heb ik nog post voor mezelf ook binnengekregen. Goedemorgen, het is woensdag. Hele belangrijke dag, want we gaan vandaag stemmen. En nu... Een nog belangrijke dag, want de tijd wordt begonnen. Ja, als het goed is wel. Ja, alleen zand komt heel laat. Dus ik weet niet hoeveel er gaat gebeuren. Maar er wordt een begin gemaakt in onze tuin. En dat is zo fijn. Ik wil zo graag dat mijn achtertuin helemaal klaar is. Maar eerst deze kleine smurf naar school brengen. En dan even... Oké, okay. Deze kleine gup naar school brengen. Ik ben geen gup. Ik heb geen oranje. Vreubel. Deze kleine vreubel. Ja. Want dat heeft niet mijn huidskleur. Een vreubel heeft de menselijke huidskleur. Ja, maar ik haat... Oh, mijn kleine pinkel. Nee. Pinkelotje. Ik ben niet klein. Nou, voor mij, kijk dan. Hallo. 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 Hij is een beetje mijn... Je bent een beetje mijn kleine meisje. Kijk eens. Zo groot is Pinkelotje. Ja. Zo groot ben ik. Zo groot voel je van mij. In jouw buik. Ja, zie je? Ja, dus je bent een Pinkelotje. Ik heb daar al lang overheen gekeken. Sarah is op school en ik heb Marco geappt. Om te kijken hoe laat ze gaan beginnen naar de tuin. Maar ik heb nog geen antwoord. Ik kan wachten. Echt. Vorig jaar zijn we natuurlijk begonnen, maar het is nooit afgekomen. En ik wil zo graag dit jaar dat de tuin in orde is. Want anders zitten we deze zomer in de chaos in de tuin. En dan kunnen we niks. En dat wil ik zo niet. Dus ik ga me gewoon net zo stalken tot ik antwoord heb. En nu eerst even lekker ontbijten. Ik ging de paspoorten pakken. Want ik stem altijd voor Marco. Voor het stemmen dus dadelijk. En het werd er geklopt. En toen kwamen er weer heel veel pakketjes binnen. Alleen deze ga ik nu niet openmaken. Want dit is voor Sarah. Dus dat ga ik vanmiddag even met haar samen doen. Het is niet eerlijk als ik het nu doe. Dan is ze ook echt wel heel verdrietig. Dus dit ligt klaar. Ik ga nog even een beetje wat aan kan brengen. Zelf maar een korte dag op school vandaag. Dus ik heb niet heel lang. En die jongen voor de tuin komt ook zo. Die zou er binnen nu en een half uurtje ongeveer moeten zijn. Heb ik net gehoord. Dus erg wordt er aangeklopt. Die onderste heb ik besteld. En de bovenste is iets van Marco. Nog meer pakketjes. En hij is er. Hij is begonnen aan de tuin. Ik ga het straks laten zien. Hij wordt van nu gewoon leeggehaald. En het zand komt pas later in de middag. Dus het is voornamelijk veel afbouw vandaag. Dus nog niet heel erg leuk om te laten zien van nu. Ik ga mijn Hema pakket wel vast unboxen. Want daar heb ik nog wel even tijd voor. Ik heb gewoon alles besteld. Maar echt allemaal dingen die ik wel nodig had. Ik heb voor mezelf een majodebuik besteld. Want... ik had er één voor just in case als het heel koud weer wordt of wat dan ook. Maar die ging van de winter dus echt kapot. En ik draag het bijna nooit. Het is wel een mooie kwaliteit trouwens. Hij is een beetje panty-achtig. Heel dik panty. Maar wat minder grof dan gewoon. Maar goed, ik wilde gewoon altijd een just in case hebben. Gewoon dat je met echt extreem weer of zo opeens onder een broek kan doen. Of ik heb nog wel eens als ik een bepaalde rok aan wil. Die wel over mijn laarzen heen valt. Dat ik het dan zeg maar stiekem onder doe. Want dan is het toch een beetje warm. Terwijl je geen broek aan hebt. En dan heb je toch de outfit aan die je wil. Ik heb ook deze besteld twee keer. Voor het beschuit en de rijstwafels. Ik moet alleen even kijken of ze in de la passen. De afmetingen zou het net moeten gaan. Maar soms in de praktijk wil het dan niet. Ik heb deze besteld. Onze plakbandmachine was aardig op. Dus ik moest een nieuwe. En onze perforator die loopt ook elke keer vast. Die dingetjes die blijven erin zitten. Dus dan komt hij niet meer omhoog. Het is heel vervelend als je iets voorzichtig moet perforeren.
En toen zag ik deze, en die waren nog goud ook. En ik ben natuurlijk heel veel met goud aan het doen. Dus dat vond ik helemaal leuk. Dus die ga ik even in gebruik nemen nu. Dan kunnen die oude kapot zo gelijk weg. En dan hebben we gewoon gelijk nieuwe. Ik zag dat ze ook de niet-machine ervan hadden. En toen dacht ik, oh, dat is ook leuk. Maar aan de andere kant, we hebben 6 goede niet-machines gekozen. Er kwam wat van Marco en ik had wat dingen. En ja, die zijn gewoon nog goed. Dus toen dacht ik, ja, dat is wel heel koopziek. Maar aan de andere kant zie ik het, vind ik het nu zo leuk. Denk ik, ja, misschien moet ik het toch maar doen. Kijk, deze gaat gewoon omhoog. Dus die andere die blijft zo hangen. En dan, nou echt, je moet hem helemaal openmaken en dan met een pennetje terugduwen. En dat zijn echt van die dingen, ja, je weet dat je dan een nieuwe nodig hebt. Maar dat koop je dan op de een of andere manier elke keer niet. Omdat het, zeg maar, iets niet heel boeiend is. En ik heb deze. Dit zijn vacuümzakken. Dat ga ik denk morgen even doen. Want ik heb wat dingetjes die we willen bewaren. En die ik heel graag stofvrij wil bewaren. En we hebben van die laders onder het bed. En bijvoorbeeld mijn oude kinderknuffel en mijn oude kinderkussentje en dat soort dingetjes. En dekje. Dan kan dat daarin. Dan neemt het minder ruimte in beslag. Maar vooral heb ik ze omdat het gewoon heel compact echt stofvrij afsluit. Want in andere dingen zie je toch vaak dat het een beetje smoezig wordt. En als het goed is, je beschermt tegen vocht, schimmels, insecten, van alles. Dus ik ben heel benieuwd. Dit ga ik in ieder geval morgen even proberen. En omdat het natuurlijk helemaal luchtdicht is, zou dit moeten werken. Ik heb er 3. En ik heb er voor nu eerst maar 1 nodig. Dus we gaan het zien. Ik ga het even opruimen. En ik denk als ik het heb opgeruimd, kan ik gelijk door naar school. Ik heb Sarah net uit school opgehaald. En nu gaan we stemmen. En ik neem Sarah altijd het liefst mee. Want ik heb zoiets van, zie maar dat ik ga stemmen. En weet je hoe het moet en hoe het werkt. Dan heb je dat gewoon geleerd. Jong geleerd is oud gedaan. En ik ga het vandaag op een bijzondere manier doen. Wat ik ook nog nooit heb gedaan. Via de auto? Ja, we gaan naar een stemdrive-in. Zoals ik af en toe een beetje laat doorschemeren, maar niet te veel in de vlog, ben ik nogal tegen mondkapjes dragen. En in de drive-in zit je in je auto en hoef je dus geen mondkapje. Dus werk ik daar niet aan mee. Het is wel apart zo. Ik heb echt nog nooit in mijn leven vanuit de auto gestemd. Ja. Het is wel iets speciaals. Ja. Of het heel milieuvriendelijk is, weet ik niet. Maar het is wel bijzonder. Dus je hebt wel iets bijzonders meegemaakt nu, dat het zo kan. Oh, en op de terugweg gaan we even een nieuwe orchidee halen. Waarom? Nou, die van ons is een beetje dood. Je bent een goede assistent. Zo. En waar? Ze moeten meenemen. Dag. Hallo. 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 Ja, ook niet. Gaat ze kijken of ik het echt ben. En dan moet ik eigenlijk zo kijken, hè? Dat zei je toch, je kijkt echt boos op je foto. Zo, zie je, dan krijg ik de stem passen. Telefoon en informatie. Dank u wel. Ruim is ook wel op. 2 stembiljetten. Dank u wel. En mag straks autovoerderwerkers nog doorrijden met het volgende loket. Is goed, dank u wel. Ik doe hem wel op mijn stuur, dat is makkelijker, denk ik. Jij mag hem ook circuleren voor me, dus ik ga hem even opzoeken en laat mij maar even uitvouwen, alsjeblieft, schat. Want hij is heel groot. Kijk. Even kijken waar die staat. Oh ja. Let op, wachten tot ik het zeg. Dan mag je dit hokje heel netjes in het hokje kleuren. Is dat rokje helemaal rood? Oké. En dan moeten we weer dichtvouwen. Zo, en dan deze. Want ik moet ook voor je vader stemmen. Kijk,
stemmen. Hier. Dit hoekje. Netjes stemmen. Heel goed. Als je zo'n mini stukje wat niet gebeurt, maar dat maakt niet uit. Nee, dit is goed. Zo. Die hebben we gedaan. En dan mogen we door naar het volgende raam. Kijk, en dan gaan ze in de bus. En dat is het belangrijkste stuk. Ja, ze moeten erin. Hij is zo groot dit jaar. Dan zijn we thuis. En ik heb een nieuwe collega op tafel. Want ik dacht eerst, ik ga hem een beetje verwaarlozen en dan komt hij wel weer goed. Maar toen was Denise hier. En Denise is hier misplant, zeg maar. En die zei, nou, die gaat niet meer goed komen. Ik zal het laten zien. Want de takjes hier zijn geknikt. En die krijgen dus geen voeding meer, want die horen dus zo te staan. Ze zegt, dus je kan doen wat je wil, maar dat gaat het hem niet worden. Dus ik heb nu deze gehaald. Die is nog zomaar weer. En voorlopig goed gevoed. En ik heb expres een vrij kleine genomen. Hij wordt natuurlijk wel iets groter, maar in één tas, omdat hij op tafel staat. Zij moet nog wel wat groeien, nu is hij wel heel klein. En deze neem ik van de week ook een ander plantje voor mee. Want wat we ook doen, die houden we niet in leven. Dan heb ik nog post voor mezelf ook binnengekregen. En deze dacht ik al van, zou die nog komen? Want die had er al 2 dagen eerder moeten zijn. Zo, die zit gezield. Ik had natuurlijk al die make-up besteld. Deze had ik daar ook bij besteld. Maar die andere waren allemaal binnengekomen. Een mascara. Mijn mascara's raakt een beetje op. Dit is de Maybelline. Mama. Skills Sensational Very Black. En die heeft... Ik kijk altijd heel erg naar het borsteltje. Zo'n borsteltje. Misschien kan ik het even kijken. Ik heb natuurlijk al mascara op. Volgens mij stuur. Mama, je hebt iets met Rimmel landen of zo. Dat zijn... Dan hoef je hem alleen maar een beetje te doen. En dan zonder klont of iets, hè? Ja, van alles. Dus nou moet ik wel zeggen, dat heb ik al vaker verteld. Ik vind mascara de eerste paar keer altijd minder fijn. En dan als er lucht bij is geweest of zo, ik weet niet wat het is. Dat hij net iets dikker wordt, dan vind ik ze altijd net iets fijner worden. Maar ik denk dat deze wel fijn is. Ik heb deze ook nog nooit gehad, dus dat gaat uittesten worden. We hebben ook nog allemaal pakketjes voor Sarah binnengekregen, die we van de week besteld hebben. En die gaan we nu inboxen, hè? Ja. Van die kleding. Dit is als het goed is dat shirtje van de Rolling Stones. Ja. Hey. En dat is deze. Die is van leuk. Kids Only. Sarah heeft eigenlijk elk seizoen wel iets... Van Rolling Stones. Ja, die vindt dat teken helemaal leuk. We hebben wel gezorgd dat ze ook muziek van de Rolling Stones gehoord heeft. Ja, hij is leuk, hè? Want deze met pailletten zelfs. Wil je hem vastpassen? Ik wil alleen... Dan kunnen we ze ook een beetje aan laten zien. Dan maak ik de volgende doos. Ik denk niet dat dit een... Nee, dit is geen verandermop. Ja. Nou, hoe cool is deze? Deze zijn wel omgevouwen. Dat moet ik even terugvouwen. Ja. Als jij hem nou daar aan doet, kan je hem zo aan laten zien. Kun je gelijk kijken of hij goed is. Okay. Dan haal ik vast het pakket. In ieder geval even buiten mama. De camera. Goed zo. En dan ga ik vast laten zien wat er verder nog is. Wat we besteld hebben. En dan kan je een paar dingetjes laten zien dat je het gepast hebt. Je moet wel even goed overal alle verpakkingen bijhouden. Want als het dan niet goed is... Ja, dat is die hele leuke roze. Maar als dingen niet goed zijn, dan moet het natuurlijk terug. Want normaal kan je in de winkel passen. Ja. En maar deze zijn bij hem zwak door. Maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Hoe mooi is dit? Die is wel heel leuk met een stoer rokje. Oeh, die is echt cool. Zo. Ik denk, ik maak hem netjes open. Maar dat gaat dus niet. Nou, de volgende heb je verpast. Dus doe die maar uit, die is goed, hè? Kijk, deze is van Mango. En hier waren wij allebei helemaal verliefd op. Kijk, die mouwen. Oh, kijk eens. Ik vind het echt gek aan. Oeh, zo. Ik kwam zo'n tikje en dan... Een schokje. Ja. Alsof je... met elektriciteit kwam en dat, dat tril je. Ja. Even. Oh, dit is de langsleeve. Die waren. Oh, hij is cool. Moet je kijken.
Dat is echt heel cool. Ja, die houden we wel. De maat is ook goed. Iets ruim, maar dat mag, want het seizoen is nog niet eens begonnen. En gewoon een zwarte longsleeve. Deze is van Vinginio. Ja. Even kijken. Ja. Wil die maar passen? Dan hebben we van Kids Only. Dit zijn sandaaltjes, maar die passen we dadelijk wel. Dat zijn deze. Deze sandaaltjes. Ik wil altijd een paar witte en een paar zwarte sandalen voor Sarah. Dit was goed. Dit zijn de verpakkingen die goed zijn, hoor. Dus laat dat maar allemaal zo liggen. Ik heb wel eens gehad dat het zet bij. Nou, dat is gewoon goed. Daar mag alles wat goed is op die stapel. Nee. Dan weet ik hoe of wat. En dit zijn alleen nog maar broeken. Maar die broek gaan we nog niet passen, oké? Ja, de broeken ook even passen. Die gaan we later passen. Die gaan we later passen. Ja, want anders moet Ben maar rol en met mijn jood. Even kijken, want ik weet niet meer wat in welke zit. Dat maakt niet uit. Even, ik zit even te bedenken wat in dit pakket verzonnen is. Deze moet ik natuurlijk even openmaken. En even kijken wat er nou ook weer in deze zit. Ja, en ik kan nu gewoon gezien worden. Oh. Ja, ik wil niet zo dat je op het scherm vergeet. Maar de broeken en de sandalen. Oh, dit zullen die andere, die zwarte sandalen zijn. Of moeten deze wel zijn? Oh ja, en die nog één topje ook. Deze, van de Mango. Ja, ik leg gelijk alles uit. Dat is... Maar die hebben we expres nog wat ruimer gekocht, omdat het misschien meer voor het najaar wordt. Maar vind ik hem er niet heel ruim uitzien. Kijk hoe leuk deze is met die franjes en die mouwen. Wacht even, ik maak even de knoopjes voor je los. Want anders kom je er niet in. En jij vergeet dat vaak. Nee. Van tevoren. Zo. Alsjeblieft. Daad. En dan als laatste. Het was allemaal goed. De rest moet ze nog passen. De broeken zullen we even laten zien. Oh, hij is wel echt heel leuk. Kijk dan. Ja, hij zit nu natuurlijk niet dicht. Dan zit hij zo. Oh, die is echt cool. Nou, ik vind hem echt lelijk. Nee. Ja, op die rok staat hij daar inderdaad. Maar ga je boven kijken zeker. Dan de broeken. Deze is van Blue Ridge. We hebben deze spijkerbroek. Ja, ik zei dat een skinny met een basje. Laten doen. Ja, maar je mag ze nog laten zien. En dan hebben we deze, want we wilden even wel andere broeken erbij. Even kijken, en dit is een en deze zwarte. Is mooi. Ja, dit is gewoon een simpele zwarte, ook van Blue Ridge. Dat is deze, gewoon echt basic. Mooi voelen, hij is wel... Het is niet echt spijker en het is niet echt stof, maar het is heel zacht. Dat is fluweel, denk je? Ja, hij voelt... Oh, kijk dan! Oh, er zit een haarelastiekje bij. Nee. Ja, er is een haarelastiekje. Kijk. En bij deze? Ik heb hem ook als armband. Kijk, bij deze ook. Dan kunnen we twee staartjes met een balletje doen. Van die soort Pippi Langkous, maar dan geen vlechtjes met staartjes, met een balletje. Dat is leuk. De tuin is een ravage nu, maar dat is een goed teken, want dat betekent dat het klaar ligt om morgen gedaan te worden. Het is anders net gebracht, alleen daar gaat nu niks mee gebeuren, dat gebeurt morgen. In ieder geval, laat ze zeggen, als het goed is, is het gebracht. Ik heb het alleen maar gehoord, het ligt niet precies voor de deur. En ik ga nu lekker bami maken. Ik gebruik trouwens tegenwoordig vaak deze mie, Leon mie. Ik koop hem bij de Jumbo. Hij is van Soubri. Ik was niet goed. En het ideale van deze is... Ik heb hem net in de pot gedaan. Kijk, ik zal laten zien. Die is in stukjes. En hij is echt gewoon perfect. Hij is niet minder lekker. Of hij is gewoon eigenlijk hetzelfde. Maar met kindjes. En trouwens ook met een man die ook wat bami snijdt. Echt heel makkelijk eten, dat ging ook even niet helemaal goed. Nou rol ik altijd normaal mijn bami, maar Sarah ook wel, maar het gaat niet heel soepeltjes nog. Maar dit is wel echt heel makkelijk. Dus echt wel een hele handige tip. Ik weet niet of ze hem ergens anders ook verkopen, maar de Jumbo verkoopt hem sowieso. En ik vind hem echt heel fijn. Kind op bed, ik heb even thee gezet. En ik dacht net dat Marco ook een pakketje had besteld. Nou, laat ik het zo zeggen.
Ik zeg het verkeerd. Marco had ook een pakketje besteld. Maar die was dus niet van hem, maar van mij. Ik heb deze. Ook weer sneaker wedges. Dus als je de hak zit tot hier, zeg maar. Dus echt tot dat witte randje. Dus dit is de hak. En dit zijn de Nike Force Sky High. Oh, wel grappig. Weer high. Dit is een mouw high en dit is een Force High. En deze zijn paars. Hij zijn een beetje metallic paars. Maar ja, dit zie je volgens mij wel goed in dit licht. Dus die zijn ook wel cool. Alleen heb ik eigenlijk, weet nog niet hoe of waar ik ze bij moet gaan dragen. Maar dat komt wel goed. Zo krijg ik zomaar een sneakercollectie. Het is wel grappig. Marco zei op een gegeven moment, je draagt veel te weinig sneakers. Want hij houdt dus momenteel helemaal van sneakers. En toen zei ik, ja, maar ja, ik wil gewoon hakken dragen. Dus hij heeft nou een tip om alle sneakers met een hak voor mij te kopen. Dus ik heb dadelijk ook een hele sneakercollectie, maar dan wel met hak. Oh, wat een avond. Ik ben echt zo druk bezig geweest. Ik heb echt alle rommel die overal lag. Van Marco, van Sarah, een beetje van mij. Alleen, ik ben te opruimerig. Heb ik allemaal opgeruimd. Heb nog even tv gekeken. Noem maar op. Ik heb de vaatwassen al uitgeruimd. Ik heb echt wel veel gedaan nog. Maar eigenlijk niet meer gefilmd. Want ik vind het niet zo boeiend om die dingen te filmen. Maar ondertussen is het tijd om lekker te gaan slapen. En ik ga weer op tijd naar mijn bed. 5:12. Dus dat vind ik op tijd. Dus ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik je onder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!